Vandaag ga ik jullie een verhaaltje vertellen over het einde van Bram in de buurt. En wat een verhaal! Wekelijks maakt Bram de buurt onveilig. Door heel Nederland. Of nou ja, meestal was hij in Amersfoort of Utrecht. Uit luiheid. Dus drie keer raden waar het laatste verhaal zich afspeelt. Het begon allemaal op een zonnige dag in Utrecht. Oh, wacht even. Verkeerde bladzijde. Momentje. Ah, hier is hij dan. De laatste aflevering van Bram in de buurt. Het begon allemaal op een zonnige dag in Utrecht. Nogmaals. Bram in de buurt. Slam. Welkom bij de allerlaatste aflevering van Bram in de buurt. En wat een reacties hebben we gehad, want u bent ook heel verdrietig. Nou, dat valt wel mee hoor. Het is een mooie dag, dus er is geen reden om verdrietig te zijn. Maar u bent in staat om met een broodrooster in bad te gaan zitten? Nee, want ik heb elektrotechniek gestudeerd en ik weet dat het heel gevaarlijk is. In ieder geval, we zijn weer in Utrecht met de brandende vraag: waar zou u een eind aan willen maken? Aan dit gesprek. Ik sta hiernaast. Tim. Marten. Bram. Tim. Aan wat zouden jullie een einde willen maken? Mijn leven. Ook aan zijn leven. Ja. Ja. We kunnen ook nog hele vieze dingen met hem doen. Ja, dat doe ik al. Ik ook. Waar zou ik een eind aan willen maken? Aan de honger in de wereld, denk ik. Ach. Ja. Dat is mooi. Dat zou je niet denken van mij, hè? Nee. Waarom zou je dat niet denken dan? Aan wat zouden jullie een eind willen maken? Dat er meer handhaving komt. Wat zeg je nou, Piet? Ja, ja, dat er fietsers, terwijl je hier aan het winkelen bent, dat er toch wel mensen fietsen. Maar als ik ergens een hekel aan heb, dan is het handhaving, Piet. Ja, maar je moet toch orde geroepen worden. Maar misschien is dit wel even het moment dat ik mijn excuses moet aanbieden aan de handhaving. Want ik heb nu al meerdere afleveringen gezegd dat het Playmobil politie is. En dat vind ik toch niet zo netjes. Dus ja, SO naar alle handhavers. Ze zien er wel naar uit, dat Playmobil politie. Dus, ja. Dus suck it! Ik ben 18 jaar single. Oh, en als zij geen vriend had gehad, was dat dan bijvoorbeeld een geschikte partner geweest? Weet niet, dat zou ik echt niet weten, eerlijk gezegd. Nee. Maar ik bedoel meer qua innerlijk, zou dat bij je passen? Vast wel. Ja. En qua looks? Ja, ook wel. Ja. Nou, top. Zou dat ook andersom een type voor jou? Ja hoor, hij is wel mijn type op zich. Maar nou, eigenlijk zit er alleen nog een vriendje tussen. Ja. Als je die nou weghaalt, dan kunnen jullie samen iets opbouwen. Ja, dat zou kunnen. Hey. Yes. Hè? Ja? Ik hoor wat ik allemaal voor muren doorbreek. Ja. Leuk toch? 19 jaar single ga je niet meer redden. Ik hoop het niet, nee. Nee. Anders doe ik wel ex. Ja. Een overdosis. Waarom niet crack? Crack? Wat moet ik met crack? Weet je, dat is gewoon niks. Ook al crack is fantastisch. Er gaat niks boven een beetje crack. Jij zegt dat, jij spreekt uit ervaring. Zeker, ze noemen mij ook wel Bram Crack. Top, toppie. Ik sta hiernaast. Dico. Wat doe je zoal in het dagelijks leven? Ik zeg eerlijk bro, ik ga naar school. En ik ben rapper. En verder zit ik op klarinetles. Oh, wat goed. En, net zoals Octo Tentakel. Zeker. Ja. Zeker. Kan je wat laten horen? Zeker, tuurlijk. Voor jou altijd. Nou, pak je shine. Oké. Bram Krikke. Yes. Hey. Op de straat, ik ben met shooter en die lange pijp. Schaam je nooit om je werk, al is het Albertijn. Noemde je mij nou een lange pijp? Nee. Ik zeg, ik ben op de straat met shooter en een lange pijp. En een lange pijp?
Een lange pijp in mijn broekzak, maat. Oh, ik dacht dat ik de lange pijp was. Nee, jij bent de korte pijp. Volgens mij kennen we hem. Ja! Jaap! Ome Jaap! Hé, hey, nog nooit! Hé! Hey. Nog nooit! Hoe is het? Ja, goed! Tori! Jongen, jongen! Long time no see. Ja, het is, je stoort me wel. Waarmee? Ja, dat zie je toch? Kijk, ik ben boven de 40 en op een gegeven moment moet je rustig aan doen. Ja. Nou, dat is iets waar jij op dit moment behoorlijk tussendoor komt. Ja. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Ik maak tijd voor mijn vrienden. Ja, want wij zijn wel vrienden. Ja, wij zijn vrienden. Ja, hoe vind je mijn wereld? Ja, fantastisch. Jaap, van mijn wereld? Jaap, je neemt het interview hele compleet over. Ja, dat jongen, bevalt me niet. Ik heb eerder verteld, dat bevalt me niet. Je kan er ook helemaal niks van. Het maakt niet uit, we zijn nog steeds vrienden. Ik heb begrepen dat je gaat stoppen ook. Ja, dit is ik heb ook begrepen dat je geen vragen meer hebt. Nee, de vragen zijn op. Wat ik ook wel logisch vind, want de vragen sloeg ook nergens op. Ja. Dat vind je knap aan mij. Ook lekker lang. Ja. 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 Dankjewel, dankjewel. Zullen we anders een keer wat met z'n drieën gaan doen? Gezellig. Zoals? Ja. Tower bridging. Nou, nee, dankjewel. Nee. Nou. Geen tower bridging. You can call me up. Ja. Maar Jaap, ik heb ook gewoon een brandende vraag. Ja. Aan wat zou jij een einde willen maken? Wat geleuten van jou. Ik had... Het is een vogel. Het is een vliegtuig. Nu is het klaar. Nu is het genoeg. Nu Jaap. Is de koek op. Wat vind jij helemaal het einde? Een hele mooie auto. Kijk. Wat voor auto? Een 911. Een 911? Ja. Over 9-11 gesproken, wat doet dat met jou? Wat dat met mij doet? Ja, dat vind ik een hele slechte dag. Zwarte dag in je leven, zeg, vind ik dat zelf. Maar niet zo zwart als de dag dat Bram in de buurt stopt. Nee, Bram is de beste die er is. Kijk. Rob, mag ik je huggen? Ja, dat mag. Yes. Nee, maar vertel eens even, hoe lang heb jij al een vriendin? 9 maanden. Meen je? Ja. Heb je een foto van je vriendin? Ja. Wil je die zien? Ja, oké. Okay. Goed. Jaap, dit is het moment. Dit is mijn vriendin. Ja, nou, ik heb gewoon alles wat ik tegen je gezegd heb tot nu toe, dat neem ik gewoon terug. God, zie dikke me. Tot slot, wat is jouw favoriete Pokémon? Pika. Bulbasaur. Ja, nee, ik heb geen Bulbasaur-muts. Wat is dat voor muts? Dat is Boo van Mario-spellen. Oh. Dit was Bram in de buurt voor deze week en ook de laatste week. Want aan alles komt een eind. Heel erg bedankt dat jullie in mijn laatste aflevering wilden zitten. Geen probleem. Ik vind het van harte, eigenlijk. We gaan nog hele mooie dingen maken. Dus het komt allemaal wel goed. Maar voor nu is het sloes. Ik zou zeggen, tot ooit. En zoals we altijd zeggen... Godver... Kutkind. Klootzak. Het is Juju. Het is... In de laatste aflevering. Oké, Juju. Juju. En zo eindigt het verhaal van Bram in de buurt. Met een lach en een traan. Na 90 afleveringen valt het doek. Maar niet getreurd. Er komt nog veel meer aan bij Slam. En Bram, die snel terug op dit kanaal. Wat nou, Playmobil-politie? En toen kwam er een olifantje met een grote snuit en die blies het vouwtje dicht.